Het is coronacrisis, het is een stukje drukker aan het water. Maar goed, dat zou ik maar zien als een uitdaging. Prachtig, hè? Dit is toch genieten, mensen. Moet je eens kijken hier. Blauwe lucht, windje. Natuur is mooi groen. En ik ga lekker een nachtje vissen en vloggen. Want ja, die eerste vlog, gekloot in de sloot, die is super tof ontvangen. Leuke views, leuke reacties, heel veel privéberichten. En ja, eigenlijk mijn excuses dat het zo lang heeft geduurd. Ligt volledig bij mij. Maar ik ga in ieder geval nou de komende nacht mijn best doen om een hele toffe vlog te maken. De focus is op nachtvissen deze keer. Ik kreeg heel open vragen van mensen of in de comments stond dat veel mensen graag willen oppervlaktevissen zouden willen zien. Maar ja, wat opvallend is, ik krijg de laatste weken ook heel veel vragen van mensen die eigenlijk nieuw zijn binnen de karpervisserij. En ja, die vragen hebben over hoe te beginnen met karpervissen. Dus wat is nou tof om dan gewoon lekker aan de waterkant te gaan en laten zien hoe eenvoudig karpervissen kan zijn. En dat is dus mijn doel. En daarnaast ga ik nog een paar hele toffe prijzen weggeven. Maar daar vertel ik later meer over. Ik ben nu dus aan het water. Ja, hier liggen eigenlijk meerdere viswateren bij elkaar. En ik ga eerst gewoon even een rondje lopen en kijken waar ik denk dat ik de beste kans heb. Dan kijken we daarna wel verder. En dan vertel ik meer over hoe je kans maakt op één van die toffe prijzen. Dit is bizar. Ik heb dit water eigenlijk nog nooit zo helder gezien. En ik weet niet of dat een goed teken is of een slecht teken. Maar het is wel mooi. Ik heb nou een polariserende bril op. En daarmee kan ik dus goed in die kantjes kijken of ik wat opvallende dingen zie. En ook heel mooi, het water is lekker rustig. Ja, en dat het nou zo rustig is in het water, dat heeft natuurlijk ermee te maken met dat ik door de week vis. En dat is toch wel mijn toptip voor met name die wat drukkere viswateren. Is om juist te kijken of je kan gaan vissen op momenten dat andere mensen niet de mogelijkheid hebben. Dus als ze aan het werk zijn. Of misschien zelfs als het ongelooflijk noodweer is en de mooie weervissers gewoon lekker thuis blijven. En dat geeft je in ieder geval de mogelijkheid om even lekker rond te kijken. En veel meer stekopties. Want ik kan jullie verzekeren, dit water in het weekend zit het gewoon bomvol met vissers. En nu zitten er achter aan de overkant zie ik wat mensen staan. Dus ik denk wel dat er een paar karpervissers aan die overkant zitten. Maar ik heb flink wat opties. En zoals ik al zei, er liggen hier meerdere viswateren. En ik heb eigenlijk nog niet besloten welke van de twee ik ga zitten. Dus ik loop eerst even een rondje. Polariserende bril op mijn neus. Petje op, schitteringen die aan de bovenkant mogelijk in die bril vallen. En zo ben ik gewoon even rond het kijken. Want misschien zie ik wel ergens bijvoorbeeld een karpen langs de kant scharrelen. Of springen. Of dat ze echt duidelijk in een bepaalde zone gegroepeerd zijn. En dan is het natuurlijk slim om juist in die sector een stek uit te zoeken en daar te gaan vissen. Want de kans is groot dat ze daar mogelijk ook vanavond, de komende nacht of in de ochtend gaan azen. Dus mijn tip, vooral als je toch wat geld bespaart, hè, terrasjes pikken en zo, dat is wat minder. Naar de kroeg gaan en zo, dat valt allemaal vies tegen. Koop gewoon een polariserende bril, zet hem op je neus en lekker een stukje wandelen. Krijg je hier eigenlijk nog beweging. En ik heb geen haast. Hè. Ik heb de komende nacht en liever dat ik nou even een uurtje, misschien zelfs twee uur rondkijk. Dan krijg je een beetje beeld van waar heb ik mee te maken. Ik ben hier ook echt al lange tijd niet geweest. En baat het niet, schaadt het niet. Ik heb geen haast. Ik wil het liefst, als ik mijn spullen uitpak, dat doen op een plek waar ik ook echt het gevoel heb. Of bij voorkeur zelfs zeker weet dat de karper zit. Doe je voordeel mee. En ja hoor, je zal het altijd zien. Die vis die ligt op deze vijver. Eigenlijk verspreid over drie hoekjes. En alle drie hoekjes zitten vol met vissers. Ik heb wel goed nieuws. Een van die hoekjes zit een jongen. Die hele vriendelijke karpervisser. En die wees mij eigenlijk al van kijk daar en daar zie je ze zwemmen. En een paar hele mooie karpers. En hij gaat eind deze middag opruimen. Dus we gaan nog heel snel op die andere vijver kijken. En als mijn onderbuikgevoel zegt nee, dit gaat hem niet worden. Dan ga ik op naar eigenlijk het hoekje waar hij zit. En dan is het even wachten dat hij naar huis gaat. En dan kan ik daar die stek eigenlijk een soort van overnemen. Dus twee opties. Zal dit hem dan gaan worden? Ik heb wel nog een paar vissen hier zojuist gezien. Nou, ik mag dus geloof ik niet in het hoekje vissen. Omdat het een soort van paar rustgebied is. We liggen daar. Maar
paar hele goede vissen. Tenminste, die zag ik zojuist daarheen zwemmen. En ik kan ze hier natuurlijk opvangen als ze er in de loop van de nacht uittrekken. En dan hebben we natuurlijk, hè, dat is maar een klein deel van het bestand, dit hele stuk voor mezelf. Het ziet er wel goed uit zo, ondanks dat het zo helder is. Een van de dingen waar ik heel vaak vragen over krijg is: hey Kevin, waar heb je die video opgenomen? Ik ben op zoek naar nieuwe visstekjes. Maar ja, je snapt natuurlijk, op het moment dat wij in elke video een routebeschrijving erbij gaan doen, dan gaat het op sommige water heel druk worden. En dan gaan met name de lokale vissers niet heel erg waarderen. Uitzonderingen zijn natuurlijk betaalwater of visverenigingen die juist vragen van: joh, zou ons water kunnen promoten? Maar goed, over het algemeen kunnen we dus niet vertellen waar we zitten te vissen. Ook hier, het is natuurlijk, ik wil het zo discreet mogelijk houden. Dus ook dit water ga ik de locatie niet van verklappen. Maar als je een beetje moeite doet, dan ga je het zeker ontdekken. Maar ja, waar ga ik nou zitten? Besluiteloos deze gast vandaag, niet normaal. Hengels die liggen op scherp en nou is het wachten eindelijk begonnen. Zoals je hebt gemerkt, ik steek heel veel tijd in het zoeken van die vis. Want ja, als ik hier dan toch een nacht ga zitten op die stek, nou ja, het plan is om een nacht te vissen. Het kan zomaar zijn dat ik alsnog verkast, maar ik heb in ieder geval gekeken naar welke stekken zijn beschikbaar. Waar heb ik activiteit van karper gezien en ja, mijn gevoel zegt dat ik op deze plek moet zijn. En mijn hengels liggen nou uit, dus nu is het wachten begonnen. En ja, hopelijk lukt het mij om de komende nacht te laten zien dus hoe eenvoudig karpervissen kan zijn. Ik vis dus met die kant-en-klare onderlijnen, LED clip action pack. En wat heel tof is, dat is een piepje van de wind denk ik. Wat heel tof is, voor elke karper die ik vang de komende nacht ga ik een prijspakket wegdoen bestaande uit producten die ik nu gebruik. Dus ik heb hier heel tof emmertje van Mainline. En daarin heb ik onder andere kilo boilies. Nou, dat is meer dan voldoende om een lekkere nachtje te gaan vissen. High impact van Mainline. Ik gebruik verschillende aasjes uit deze range echt al jaren voor mijn eigen visserij. En het is perfect aas voor juist die instant visserij. Het zit vol met attractors, heeft een aangename smaak, is goed verteerbaar. En ja, die instant respons van deze boilies, perfect voor eigenlijk wat ik nou aan het doen ben. Gewoon een paar boilies gewoon met die pijp bijvoeren. That's it. Meer hoef je niet te doen. Hier een mooi camo tasje, camo print. Maar ja, je kan natuurlijk Kevin wel het leger halen, maar haal het leger maar eens uit Kevin. En die heb ik gevuld met de items die je nodig hebt om je hengel net zo op te tuigen als ik heb gedaan. Dus we hebben hier een LED clip action pack. Even zoeken. Ja, hier hebben we de loodjes die natuurlijk in de loodclip komen te hangen. Heb ik een aantal DF kaprigs met de haakmaat 6, exact zoals ik ze ook gebruik hier. En dan hebben we een boilienaald om natuurlijk die high impact boilie op de her te doen. Meer heb je niet nodig en hopelijk gaat het mij lukken om jullie hier te laten zien dat dit effectief is. En dus elke vis die ik vang, voor elke karper die ik vang, doe ik één keer dit pakket verloten. Nou, hoe jullie meedoen aan die winactie staat hier onder deze video. En nu komt nog de bonus. Als het mij lukt om 3 karpers of meer te vangen, of een vis van minimaal 10 kilo, dan ga ik 1 van jullie meenemen tijdens een dagje vissen. Gewoon samen lekker naar de waterkant. En daar kom ik nog zo meteen later op terug tijdens deze sessie. Maar ja, alles wat je dus moet weten om mee te doen aan deze winactie, staat hieronder. Vergeet hem niet te liken. Vergeet hem dus ook zeker niet even subscribe buttentje even aan te klikken. Abonneer je op het YouTube kanaal. En dan ga je zeker weten meer zien. En dan ga ik nou lekker relaxed met een blikje drinken op een stoeltje zitten. En van het wegen. De tijd die vliegt echt voorbij. Maar het ligt er wel lekker bij zo. Het is duidelijk, ik zit niet op de jackpot. Met name ja, hier in de buurt van dit eiland zo. Daar is heel veel activiteit te zien. Ik zag ook een paar echt goede vissen die er sprongen. Maar ja, daar zitten dus andere vissers. Maar je ziet hier zo af en toe nog wel wat draaien. Kijk nou ook daar weer. Hier is duidelijk, ik weet niet of het draasem of karper is, maar daar hangt hier wel wat vis rond. Dus ik heb zeker wel wat leven in de buurt. En het licht begint duidelijk af te nemen. Ik heb hier mijn spulletjes klaar voor de nacht. En ik heb er zin en ongelooflijk veel vertrouwen in. Dat ik niet wel lekker ga slapen. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ik eigenlijk niet lekker slaap, maar ik gewoon een paar keer uit moet voor een vis. Want hoe meer vis, hoe meer van deze jongens de deur uitgaan. Dus fingers crossed voor de komende nacht.
kwart voor zes. En ik had mijn wekker gezet om 5 uur, maar ik was nog net eigenlijk voor mijn wekker werd ik wakker. Met als doel het water even goed in de gaten te houden. En doe ik lekker vanuit de warme slaapzak. Maar het is echt bizar doods. Wederom een vis zien springen wel bij het eiland. Daar heb ik afgelopen nacht ook een beetmelder horen afgaan. Dus ja, mijn vermoeden eigenlijk dat die twee karpenvissers daar echt op de vis zitten is echt wel bevestigd. Maar ja, hier dus helemaal niks. De moeite is volgens mij nog niet beloond. Maar ja, ook dat is karpenvissen. Het is nog vroeg in de ochtend. Hè. Er kan nog een hoop gebeuren. Maar ik begin er langzaam een hard hoofd in te krijgen. Prachtig dit. Ik filmde net voor de camera. Ik heb er een hard hoofd in had. Ik krijg echt een snoei en snoei en snoei haleren op de hengel die je voor de doorgaat. Dit. Oh. Blijft wel heerlijk grillen op die oude koffiemolens, die oude tournaments. Piepen, ze knarsen, ze blijven het gewoon doen, hè. Kom maar. Yes, die is binnen en dat betekent een prijs voor jullie. En dan denk je maar, nachtvissen, dat gaat allemaal in het donker gebeuren. Nee, de vroege ochtend. En heel eerlijk, ik had het niet meer verwacht. Ik hoopte er natuurlijk wel op. Ja, en dan gelijk echt een mooie vis. 13,5 kilo, ik heb hem zojuist even gewogen. En dat betekent dus dat ik één van jullie een dagje mee ga nemen naar de waterkant. Ik ben ongelooflijk happy. En ik denk wel dat ik een bak koffie heb verdiend om dit te vieren. En dan zo meteen moe, maar voldaan naar huis. Want ja, uiteindelijk toch nog een super geslaagd nachtje vissen. En het bewijs, zo eenvoudig kan het zijn. Kan de klare onderlijn, kan de klare boilie en hengel zo'n paar meter voor de kant. Waarom moeilijk doen ze het makkelijk kan, hè? Ik ben helemaal happy. Nice man. Dit is zo mooi aan het karpenvissen. Eén aanbeet kan voldoende zijn om, ja, om er echt een succes van te maken. Mooie vis gevangen en 13,5 kilo. Dus dat betekent dat ik niet alleen deze emmer ga opsturen naar een van jullie. Met erin natuurlijk de spullen die ik deze sessie gebruikt heb. Hè. De kant-en-klaar onderlijn, de pineapple boilies, LED clip action pack, al die zaken. Nee, ik ga met een van jullie een dagje naar de waterkant. En hoe we die dag gaan invullen, dat hangt volledig van jullie af. Want ja, wat voor watertype wil je vissen? Welk deel van Benelux kom je vandaan? Is misschien ook wel makkelijk om te kijken waar we eventueel naartoe zouden kunnen gaan. En ja, wil je misschien die dag echt iets opsteken? Wil je als de omstandigheden toelaten met zichtrigs aan de slag? Misschien oppervlakte vissen, spotten? Wil je leren om verder te werpen? Wil je wat montages gaan bekijken en in elkaar zetten? Hangt volledig van jou af. En ja, hoe je natuurlijk deel kan nemen aan deze winactie, dat ga ik onder de beschrijving van deze video zetten. Er staat ook natuurlijk bij wanneer ik een winnaar bekend ga maken en hoe ik dat ga doen. En dan ga ik nou even lekker mijn bak koffie drinken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op het YouTube kanaal. Even een duimpje omhoog, abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer.